een tijd niks van hem gehoord hadden. Als hij dan weer even in Bahrein geweest was of zo, dan dacht ik, oké, blijkbaar was het op. Maar nu, omdat hij nog zo in de puberteit bleef, omdat je toen leefde naar die concert, ja, precies, dat is raar. Dit is raar. Nou, hij is nog wel live en kicking, om het maar even zo te zeggen. Klinkt een beetje gek nu, maar had jij, wist jij van zijn, want dat komt hier een beetje naar voren, maar het feit dat hij heel veel medicijnen gebruikt. Ja, dat schijnt bij een Pepsi-reclame ooit gebeurd te zijn. Ongeluk, toen is hij eigenlijk aan de drugs, zo heet. Dat vind ik wel een prachtig woord. Hè. Wij noemen dat medicijnen. In Amerika gooi je ze op één hoop. Dat is gewoon drugs, of het nou goed of slecht is, dus maakt niet uit. En bij hem lijkt het toch op dat er heel veel pittige stoffen in zijn lichaam zijn. Ja, ik lees een lijstje van dialudid, demerol, valium, anax, ativan. De meeste zeggen me niks. Valium ken ik nog wel, en demerol en al die anderen niet. Maar het klinkt me niet heel erg prettig. Ja, sommige dingen zijn morfine. En dat schijnt ook ingeschoten te zijn op het moment dat hij dus weer aan het repeteren was voor deze concerten. En dat is wat ze zeggen. Aan de ene kant de druk van de concerten die hij had. Van moeten presteren binnenkort, al die optredens geven. En zoveel tickets die al verkocht waren. Aan de andere kant dat lijf dat ziek was met alle medicijnen die erin zaten. Dat heeft gewoon geleid tot een hartstilstand. Dus geen hartaanval. Want een hartaanval, daar kun je echt iets aan doen op het moment dat het gebeurt. Dit was een hartstilstand. Dit was gewoon... En dan telt echt iedere seconde. Dus toen hij het huis verliet gisteren, toen was het eigenlijk al gebeurd. En hebben ze nog een uur geprobeerd om een nieuw leven in The King of Pop te brengen. Maar dat lukte niet meer. Ja, maar Michael Jackson is in ieder geval overleden. Het verdriet daar hebben we het over. En de fans ook. Maar dan kijken we naar zijn... Michael Jackson...